Yo gasten, daar hier met vandaag een nieuwe video op het kanaal van FishyNader.nl. Vandaag wil ik een gameplay analyse gaan doen zoals ik dat een paar weken geleden ook heb gedaan met een double map gameplay van mijzelf. Vandaag heb ik echter geen gameplay die van mij is, maar een gameplay van yours truly, namelijk Fish zelf. Wat ik best wel cool vind, ik ga gewoon deze gameplay laten uitrollen en gewoon hier en daar wat, wat dingen aanstippen die gewoon heel interessant zijn die Chris in zijn gameplay deed. Ik heb gewoon een aantal dingen opgeschreven en ja, het is best wel cool. Het is een MOAB op de map Hardhead. Hij gebruikt de G36C. Best wel cool, aangezien dat niet een van de beste assault rifles is in de game. Maar ja, best wel nice dat hij daar een MOAB mee haalt. En wat ik ook heel goed vond wat hij aan het begin van de match deed, was meteen een aangaan, A-capturen. En vanaf daaruit meteen doorgaan naar het midden van de map. Je hebt in het midden van de map bij Hardhead heb je die buis, weet je wel. En dat is best wel een veelgebruikte doorgang. En vaak zijn ook mensen die inderdaad, wat hij hier nu ook weer doet, mensen die dan door die buis heen komen en meteen direct naar B kijken. Als je dan vanaf A komt, kan je mensen gewoon heel makkelijk in zijn neerschieten. Dat heeft Fish nu al 2 keer gedaan, dat heeft hem al gewoon voor wat kills gezorgd. Super chill natuurlijk. Wat hij hier ook doet is Ballistic Vest oppakken, vervolgens is hij zijn Ballistic Vest weer kwijt, is hij gedamaged. Hij loopt terug, laat zijn health regenen, pakt weer een nieuwe Ballistic Vest en gaat dan weer door voor volgende gunfight. Wat hij ook hier doet is in principe kijken van, hey, waar zijn mijn teammates en waar ben ik nodig op de map? Hier had hij best wel veel geluk ook. Omdat hij niet heel goed zijn corner checkte daar rechts. Dat gewoon een enemy in zoeken. Dan zie je ook dat ook YouTubers ook gewoon geluk nodig hebben in het halen van goede gameplays. En dat geldt voor iedereen, denk ik. Voor iedere Call of Duty speler wel. Tof, ja. Het is nu in principe wat ook het hele team. Want het is ook wel echt een team effort hoor. Wat in deze gameplay wordt neergezet. Want ze hebben echt wel map control. Als je ook kijkt naar dat ze, het feit dat ze B en A hebben op Hardhead. Het zijn sowieso de twee vlaggen die je sowieso wil hebben op Hardhead. Omdat vanuit C is het super lastig om te kunnen ontsnappen als je wordt gespand hebt. En wat Fish hier niet helemaal handig deed was dat hij in principe de gunfight. Hij challenged de persoon in de buis zelf. En de persoon in de buis die weet gewoon heel makkelijk dat Fish vanuit de rechterkant komt. Dus in principe hoeft hij alleen maar zijn guns klaar te houden op die rechterkant en gewoon te sprayen zodra hij iemand ziet. Dus dat was gewoon pech voor Fish dat hij daar dood ging. Foutjes kunnen gebeuren. Maar hij maakt trouwens in de rest van de gameplay maakt hij verder het hele foutje weer terecht. Dus ook weer iets om van te leren, denk ik. Wat hij hier verder doet is hij weet dat er enemies in die tube zitten, daar in die buis. Nou, wat je in principe zou kunnen doen is erheen gaan, erop afrennen, voor de buis gaan staan, lopen sprayen. Maar dan heb je weer hetzelfde foutje en daar zie je ook dat Chris er nu al meteen van heeft geleerd, dus om niet die daar te challengen. En nu laat hij gewoon de enemies vanuit de tube komen in zijn sites. En zo controleert hij de gunfight. Hij bepaalt waar de gunfight plaatsvindt, wanneer de gunfight plaatsvindt en dat is veel voordeliger voor hem, dat is super slim. Wat Fish nu hier ook weer doet is, hij ziet dat er op de linkerflank bij A geen teammates zitten. Waarschijnlijk dus dat de kans groot is dat de enemy daar vandaan gaat flanken. Gaat erheen, zet zich op voor de gunfight en laat de enemies om het hoekje komen. In principe zou je kunnen zeggen dat het een soort van passief campen is. Maar ik heb daar helemaal geen problemen mee in deze omstandigheid. Het is uiteindelijk gewoon heel tactisch gezien wat hij doet. Ik ben sowieso altijd wel een beetje een misschien wel een beetje advocaat van de duivel als het om campen gaat. Ik vind als je campt om tactische redenen, in principe om te winnen. Ik speel sowieso om te winnen. Dan gebruik ik dat soort dingen ook gewoon gerust. En ja, daar mag je me voor haten wat je wil. Maar in dit geval gebruikt Fish het ook heel handig. En al wil je het geen campen noemen, laat het dan bij slim spelen houden. En camp is natuurlijk ook weer een hele andere discussie met nou ja, wat is jouw definitie? Dus helemaal geen zin om mijn handen eraan te branden in deze video. Ga ik ook dus lekker niet doen. Nou ja, ook hier weer Fish gebruikt ook super handig cover. Hij weet dat de tegenstanders op de B-vlag zitten. Hoort natuurlijk ook via de announcer. Gebruik dus inderdaad het stukje dekking wat ervoor zit. Streef links en rechts om en blijf gewoon schieten inderdaad. En zo is het voor de vijand natuurlijk veel lastiger om hem te raken. Wat hij net weer deed was achterom lopen via de B-kant checken of denk ik, ik denk dat hij daarom deed. Te checken of er geen enemies achter hem zaten. En vanaf daaruit kun je dan gewoon weer naar voren pushen naar het midden van de map. En in principe weer je map control gaan hebben. Was heel slim natuurlijk omdat er op B in één keer 2 enemies zaten daarnet. Dus dat is dan ook gewoon goed om je rug even te checken. Te controleren of het veilig is en dan natuurlijk weer door te gaan. En al zeker als je natuurlijk op een streak zit. Want dat weet Fish van zichzelf dan ook wel aangezien hij specialist bonus heeft.
Ook hier weer controleren van je eigen gunfights. Niet challengen. Dat is helemaal niet nodig. Jij hebt in principe heeft het team van Chris hier gewoon het initiatief. Zij hebben de twee vlaggen. Dus zij zijn gewoon aan de winnende hand. Dan hoef je helemaal niet voor die C-vlag te pushen. Dan kan je de enemy zal moeten pushen. Omdat zij die meer dan één vlag nodig hebben. Dus is het helemaal niet nodig om die C-span in te gaan pushen. Natuurlijk kort op tent wel als je weet van ik zit op een streak. Ik wil mijn mol ophalen. Ik moet gaan pushen. En wat hij nu doet is... is ze zijn B kwijt. Hij ziet op de UAV dat de tegenstanders bij B zitten. Dus hij draait zich om. Gebruikt deze... Ik denk een portie-poddy of zo. Weet ik het wat het is. Zo'n bouwtoilet. Gebruikt just cover. Kijkt of er de enemies aankomen. Nou, komen er niet. Oké, dan ga ik weer terug pushen richting B. En wat Fish ook hier doet is heel handig gebruik maken van zijn stalker perk. In principe strevend en aimend gewoon het hoekje omlopen. Zo ben je gewoon altijd klaar voor een gunfight. En dat... Ik ben sowieso een groot voorstander van Stalker in plaats van Quick Draw. Sowieso in Call of Duty zoals Modern Warfare 3, Black Ops 2 en Ghost is ook Stalker heel handig. Omdat je gewoon veel meer klaar bent voor je gunfights als je een hoekje omloopt. En Chris die maakt er ook gewoon heel handig gebruik van. En op dit moment moeten ze natuurlijk weer terug pushen voor B. Zijn C weer kwijt, dus waarschijnlijk spannen de tegenstander weer bij C. Chris die... laat zijn teammate de vlag capturen terwijl die zelf cover geeft vanuit dekking, wat heel slim is. Het is helemaal niet nodig. Ja, het is soms wel nodig om inderdaad in een open vlag te springen. Maar als je zelf op zo'n hoge streak zit, is het niet verstandig om dan in één keer je kont zo kwetsbaar neer te zetten op een vlag. Dus wat hij heel handig doet, is toch meehelpen met de capture door middel van dekkingsvuur te geven. Ook hier weer kijken waar die nodig is, kijken waar een gat in de linie is. En enemy in zijn sights laten komen. Gunfight bepalen. Heel verstandig. Ook als ik gewoon deze gameplay kijk. Is het gewoon echt super gecontroleerd. Super nice ook gewoon uitgevoerd. Ik heb ook echt weinig... Ik zie ook gewoon weinig negatieve dingen in deze gameplay. Dus echt wel applausje voor Chris, jongens. Zeker weten. En nu ziet hij ook dat er een stuk of drie enemies naar de B-vlag toe komen. En dan is het natuurlijk als je op een 20 killstreak zit helemaal niet slim om er dan head-on in te rushen. Is het natuurlijk veel verstandiger om gewoon tegenstanders te laten komen. Je teammates in principe als een soort menselijk schild te gebruiken. En zelf in principe of een assist mee te pakken of gewoon de kill mee pakken. Natuurlijk als je specialist bonus hebt, heb je natuurlijk ook Hardline Pro, denk ik. En dan krijg je de assist natuurlijk ook mee, dat is ideaal. Vanaf hieruit ook weer flanken. Gewoon weer een tegenstander in de zij aanvallen. Jammer dat hij de kill niet had. Nou ja, dat heb je als je een team speelt natuurlijk. Kan je niet alle kills hebben. Op tijd weer je Ballistic Vest verversen. En Chris heeft hier nu op tent volgens mij ook wel echt van... Oké, ik zit nu heel dicht bij de mob. Fuck it, ik ga hier gewoon liggen. En de eerste, de beste die in mijn sights komt, dat is gewoon mijn mob. Dus dat zo gebeurt het ook. Super nice. Ik vind... En oké, gameplay. Het is niet super rushy of zo. Maar het is tactisch gezien gewoon echt van hele goede kwaliteit, deze gameplay. Dus geef daar zeker een like voor. Ik hoop dat je ook deze gameplay-analyse leuk vonden. Chris, in ieder geval bedankt voor de gameplay. Jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.